Het langverwachte passieproject van de Meilandjes, Code Rosé, is eindelijk gereed en verwelkomt nu gasten in Noordwijk. In het afgelopen seizoen van Château Meiland zagen we hoe de familie de wijnkelders inruilde voor verfkwasten om het verwaarloosde pension Christina om te toveren tot een charmant toevluchtsoord voor hotelgasten. De Meilandjes, ooit ontdekt als realitysterren in Ik vertrek, hebben met hun Franse chateau-aventuren en nu Code Rosé een indrukwekkend reispad bewandeld. Dit nieuwe avontuur speelt zich af in hun eigen Noordwijk, waar het voormalige pension Christina Nieuwleven werd ingeblazen. Na de nodige strubbelingen met vergunningen, is Code Rosé nu open en heeft het al heel wat fans mogen ontvangen. Maar wat kost het eigenlijk om een nachtje door te brengen bij de beroemde meilandjes in Noordwijk, inclusief een ontbijt met een van de gezinsleden? De prijzen variëren per kamer, maar gemiddeld mag je rekenen op zo'n 200 euro per nacht. Hierbij komt echter een twist. Code Rosé vereist een minimumverblijf van twee nachten, waardoor de totale kosten voor een kort bezoek snel oplopen tot ongeveer 400 euro. Een investering voor de echte Chateau Meiland-fans. Zoals te verwachten, heeft het pension inmiddels een aanzienlijk aantal google recensies verzameld. Met 100 beoordelingen scoort Code Rosé een respectabele 4.1 van de 5. Een enthousiaste bezoeker schrijft Een heel sfeervol pension, fenomenaal getransformeerd door de lieve familie Meiland. De persoonlijke touch maakt het helemaal af. Echter, zoals bij elk verblijf, zijn er ook kritische geluiden te vinden, vooral met betrekking tot de kosten, echt achterlijk duur voor verplicht twee nachten. Je betaalt alleen maar voor de bekendheid van de familie op TV. Erg jammer. Het lijkt erop dat de roem van de Meilandjes zijn prijs heeft, zelfs voor de gasten van Code Rosé.